Hallo mensen, ik ben Jiva en goed dat je kijkt naar First Row. Ik ben vandaag in Almere. Hier vindt vanavond het Boxing Influencers Event plaats. Allemaal bekende Nederlanders gaan met elkaar de ring in. En niemand minder dan onze eigen Wasima vecht vanavond tegen Swanetta. Dat konden wij natuurlijk niet missen, dus let's go! Voor wie ben je gekomen? Wie kom je supporten? Sowieso Team Wasima, Ismael, is ook mijn mattie. Joey Bravo support ik ook. Dus ja, we gaan checken man. Gewoon wie het beste is, mag winnen toch? Ja, ik had gehoopt dat Lexus zou vechten. Dat zeg ik jullie heel eerlijk. Best wel mogen gewoon winnen. Joey Bravo, ik is twijfelachtig, want ik denk Eskimo is zo'n Turk. Maar als je hem een paar keer op zijn hoofd slaat, hij blijft maar doorgaan. Ik denk Eskimo. Hij bent natuurlijk de vakman, dus waar ga je op letten? Ja, sowieso wie zijn handen hoog gaat. Het is mijn allereerste keer op een boksgala, dus ik kom ook gewoon puur voor vermaak. Ik zou het wel tof vinden als Steven wint. Zijn natuurlijk voor Wasima. Ik ben benieuwd naar die partij en ik denk gewoon dat zij gewoon een knalpartij gaat neerzetten. Dat ze gewoon de winst naar huis gaat meenemen. Klaar. Ik zeg je eerlijk, je weet toch, we hebben veel meegemaakt, dus ik ben wel een beetje voor Bravo. Ik steun hem wel toch. Swanetta tegen Wasima durf ik niet te zeggen, want dat is een beetje moeilijk. Ik weet wat je moet zeggen. Ja, Wasima, maar ik weet niet man. Iedereen heeft gewoon een grote bek. En ik hou er gewoon niet van, op stoelen, op social media en zo. Ik hoop gewoon dat ze allemaal een dikke klappen krijgen, dan ga ik lachen. Ik ben met Eskimo en jij bent er later bij gekomen. Wat was precies de reden daarvan? Ja, velen zeggen af, de anderen willen niet, de anderen smoesjes. Ik ben er gewoon, weet je. Ben je een beetje gespannen voor vanavond? Ja, er is natuurlijk wel spanning, je moet winnen toch? Je hebt hier heel hard voor gewerkt, dus ik moet echt gaan winnen, weet je. Ja, kijk, ik ben goed getraind, ik weet wat mijn plan is. Dus ja, nu is er geen zenuwen, misschien zo meteen wel. Ja, het gaat eigenlijk op zich gewoon goed. Ik voel me super lekker, fit, sterk. En is dat nog een ding geweest dat je dan minder tijd had om te trainen? Ja, ik heb wel minder tijd dan iedereen gekregen. Iedereen heeft volgens mij 2 maanden gekregen. Ik 3-4 weken. Maakt niet uit. Heel veel mensen denken dat ik ga verliezen als ik naar die polls kijk en zo. Maar we gaan winnen 100%. Ik heb maandenlang hier keihard voor gewerkt en ik ben gewoon blij dat het zo meteen zover is. Ik ben echt blij. Heb je zelf nog iemand die je zou willen uitdagen in de ring? Campy. Nee. Waarom? Daarom. Ik zeg je eerlijk, ik zou Fabiola echt een klap willen verkopen, man. Hoe? Ja, man. Ik zou wel graag tegen Amanda willen. Mijn meester van groep 8. Mag ik een keer in de ring gaan staan, dus hij gaat me dan wel trainen. Maar ik denk niet dat ik het ga doen, het is niet voor mij. Ik zie het niet zo zitten, nee, denk ik. Misschien zijn we al in gesprek voor het volgende gevecht. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik kan wel blijven roepen wie ik wil. Iedereen weet wel tegen wie ik de ring in wil gaan. Dat is 1 persoon die denkt dat hij de kampioen is, maar dat is hij niet. Dus we gaan het zien, we gaan het zien. Misschien met Lexus toch, maar niet omdat we beef hebben, maar gewoon... Hij is er vanavond. Ja, sowieso. Ik zie hem zo. Even tussen Alex en Niels. Voor wie ben jij? Ja, Alex is een beetje altijd van het praten. Niels is een beetje stil. Dus ik denk wel dat Niels die stille jongen is die toch wel gaat winnen vanavond. Ik gun het echt Niels, man. Alex is een beetje een bully, weet je. We zouden waarschijnlijk wel gewoon kunnen hangen misschien buiten. Maar in die situatie is Niels de underdog, weet je. Dus dan verwacht je wel, dan hoop je wel dat Niels wint. Ik hoop Niels, omdat hij wat goed te maken heeft, toch? Maar ik ken ze allebei niet, dus we zien het wel. Laat er open in. Ik denk dat Alex Niels juist kleiner dan Keizer gaat maken vandaag. Nee, man, broer. Niels gaat Alex pakken. Gelijk gokken, man. Waarom doe je zo, man? Ik zeg doen. Kom, 50 euro. Zit, 50 eurotjes. Wat is het zwaarste aan het voorbereiden? Ik zeg je eerlijk, conditioneel. Conditie is echt zwaar. Ik gym meestal toch elke dag en het is echt anders dan gym. Ik bedoel, dat is krachttraining en dit is gewoon echt... Conditioneel moet je echt goed zijn. Is zwaar. En ik hoop dat iedereen vandaag gewoon knock-out gaat. Iedereen. Een paar stoere jongens, die zouden wel tegen jou willen boksen. Ja, maar ze staan nu niet hier, hè. Ze staan nu niet hier. Ik sta in mijn eentje hier. Ik heb nog steeds geen tegenstander, weet je. Mohamed Ali zou ook graag tegen mij willen vechten, maar hij ligt in zijn kist. Rest in peace. Wat is voor jou echt een goed gevecht? Wie knock the fuck out gaat. Ja, hè? Dus daar ga ik op letten, ja. Hanwee, gefeliciteerd! Laat hem even zien, Dit is hem hoor. Hier hebben we voor gestreden. Om je hand te hebben gewoon. Zo, ja, het is echt, je wordt gewoon beloond voor je harde werk eigenlijk. Op een gegeven moment, beide lenzen eruit, geen zicht meer. Ik dacht, oh, kut. Zeg maar, na de eerste ronde, mijn rechter lens was eruit. Nou, maar ik ben dat gewend, met 1 lens vechten kan ik nog wel. Na de tweede ronde, beide waren eruit geklapt. En toen was het echt even survivor, man. Ik dacht, oh, show. Strijder. Allereerst, ik heb genoten van de wedstrijd. Het is gewoon een zuur gevoel. Ik had niet het gevoel dat zij de overhand had, zeg maar, in die partij. Maar nogmaals, sowieso gefeliciteerd voor haar natuurlijk. Maar nee, man, dit...
Nee. Toch niet echt de uitkomst waar je, wat je hoopt? Nee, zeker niet, zeker niet. Had je het verwacht? Ja, zeker wel. Ja. Na de eerste ronde zag ik al dat ze best wel moe werd. Toen dacht ik, ben eigenlijk nog fit. Ja, ik dacht, oké, kom maar, kom maar. Maar vooral de laatste ronde had ik haar wel. Ga ik maar lekker vieren. Dankjewel. Ik ben hier met Rosanna. Je bent soort van de vrouw van de avond eigenlijk. Hoe is dat als twee mannen soort van om jou vechten? Nou ja, het is niet echt om mij vechten, maar ja, het draaide natuurlijk wel om mij. Maar ja, ik ben trots op Niels, hij heeft het goed gedaan. En ja, Alex had gewoon een voordeel, omdat hij 14 kilo zwaarder is. Ja, hij heeft eigen sportschool, heeft alle tijd. Niels heeft ook nog eens gewoon een drukke baan. En ja, Alex had ook gewoon al bokservaring. En als je zelf de ring in zou gaan, tegen wie zou je dan willen strijden? Mensen die verliefd op Niels zijn, die willen tegen mij vechten, zoals Fabiola. Omdat zij Niels nog niet echt uit haar hoofd kan halen. Mensen mogen haar niet. Maar ja, weet je, ik heb wel in mijn hoofd van, ik ben 27. Zij is 18. Ja, weet je, het is voor mij, ja, dan vecht ik eigenlijk tegen een kind. Ja. Ik zie het wel gebeuren. Tegen mij vechten. Maar ja, ik snap het al, want ik heb wat zij wil. Misschien volgend jaar zien we jullie wel terug in de ring. Wie weet, misschien. Wat ik wel mooi vond aan Alex, is dat hij op een gegeven moment respect gaf. En dat is het mooie aan sport. Want wat mensen niet beseffen, is dat het is altijd gewoon friendly. En dat vond ik mooi, dat Alex het ook aangaf, dat hij ook heel trots is. En dat hij zeker onder de indruk was van Niels. Dus dat is mooi. Dat is mooi om op zo'n good vibes only de vibe af te sluiten. En onthoud, good vibes only, geloof in jezelf. Als jij denkt dat je iets kan bereiken, als het denkbaar is, is het mogelijk. Geloof mij. Laat niemand tegen je zeggen dat het niet kan. Doe het gewoon. Kan niet, bestaat niet. Avond zit erop. Mijn allereerste bokswedstrijd. Ik vond het super vet om te zien. Wassima, jammer dat je hebt verloren. Maar als jij een idee hebt wie er volgend jaar tegenover elkaar in de ring moet staan, laat dat dan weten in de comments. En bedankt voor het kijken. Later.